Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 177. Vandaag zijn we op werkbezoek gegaan bij het Avanziekor. Kom maar in. We staan hier bij Kapel de Schuilplaats en hier repeteert het Avanziekor. We gaan eens even een kijkje nemen. We zijn hier bij het FSI-koor. Wat houdt het eigenlijk in? Ja, dit is een beetje moeilijk. Het gaat altijd over mensen die een hersenbeschadiging hebben. En het kan zijn dat ze die hebben opgelopen met een ongeluk of met een hersenbloeding of een herseninfarct. Bij afasie gaat het erom dat je hele taalgebeuren niet meer zo soepel werkt. Die mensen zijn nog net zo slim, nog net zo intelligent als daarvoor. Maar om dat allemaal weer in taal om te zetten, dat is hun grote probleem. Die mensen die afasie hebben, kunnen vaak niet opschrijven en niks vertellen, wel zingen. Daar is een koor van opgericht voor de mensen die afasie hebben. En hoe lang bestaan jullie al? Wij zitten vanaf 2004, van september 2004. Dus al lang geleden. Dus al zeven jaar geleden als koor opgericht. Wat voor soort muziek zingen jullie? Verschillende regages. Dus mensen van vroeger. Van de 60, 70 jaren is vaak makkelijker te zingen als die moderne muziek allemaal. Kan iedereen met FSI hier aan meedoen? Ja, iedereen kan hier aan meedoen. Ik heb heel verschillende mensen, die, misschien heb je dat ook gezien, die bij het zingen een vingertje bij die teksten houden om zich te kunnen concentreren. En dan nog is het vaak moeilijk, te veel tekst, dat wil dan niet lukken. En ik heb andere mensen, ja, die komen echt voor hun plezier zingen en die hebben daar niet al te veel moeite mee. En wat je ook vaker wel ziet, is dat er zijn mensen met afasie die het zingen gemakkelijk afgaat. Maar het praten of het schrijven of zo, dat is dan weer veel lastiger. Maar iedereen met afasie mag meedoen. En ja, je doet altijd mee voor zover je dat kunt, hè. Waar zit het verschil tussen praten en liedjes zingen? Dat is te maken met je hersenen. Het spraakgedeelte zit een ander in je gebied als het muziekgedeelte. Dat is duidelijk gewoon ooit met de verschillende mensen die dat onderzocht hebben. Dat het anders is als je namelijk kan praten of niet kunt praten. Dan kun je wel aan de andere kant voor muziek halen. En dan kan de combinatie is het beter. Hebt u wel eens meer koren gedirigeerd? Op het ogenblik ben ik nog dirigent bij 3 koren. Dat zijn 2 oudere koren en een gemengd koor heet dat. Die dirigeer ik. En het verschil, ja, dat je, het verschil is vooral dat je niet zo'n probleem hebt met de taal omgaan. Hè. Ik moet ze even goed leren dat ze duidelijk uitspreken en dat ze goed lezen. En soms moet ik ze Frans leren en soms moet ik ze Engels leren.
Maar dat is allemaal niet zo moeilijk. Nou, dat zullen we hier niet zo gauw doen. We hebben wel bij het afasiekoor een paar Engelse liedjes, maar meestal is het Nederlands. Wat vindt u zelf het leukste aan het zingen? Dat ik wil zingen weer, dat is heel belangrijk. Ik kan vaak de tekst kijken herinneren. Dus ik ging niet meer rennen meer. Alleen die tekst hoe ik krijg in de klapper, kan ik weer herinneren, dat is een tekst weer. Dat is heel raar dat je zelf dus kennis niet hebt van wat je moet zingen hebt. Dat is niet te geloven. Wat kunnen mensen doen als ze interesse krijgen om mee te doen? Dan kunnen ze zich het beste melden bij het Afasiecentrum Noord-Limburg. Als ze dat dan graag willen, dan kan er geregeld worden dat ze hier bij ons kunnen komen zingen. Zet de ogen zo. Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie volgende week weer. Gewoon Doen.